Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe Vraag Je Maar Raak show op Da Vinci Robot Games. En we zijn hier met alle admins. Je kent hem wel, Erik. Hoi. Hoi. Ja. Yo. Hoi. Hoi. En jullie konden vragen insturen via Twitter en die gaan we dus beantwoorden in deze aflevering. Hij is er speciaal voor jullie. En de eerste vraag komt van Tim Conor Tim. Hij zegt, Da Vinci nou. Mijn kanaalgenoot is geband op Disneycraft vanwege freerunnen, maar hij stond dat er werd geband voor een dag. Vraagteken. Vandaag? Dan moet hij gewoon een mailtje sturen. Stuur even een mailtje naar visbreach@gmail.com. Maar bannen wij voor één dag? Bannen wij voor één dag? Wij bannen meestal voor maanden. Als het echt nodig is, dan. Eftel Genio die vraagt ons: ja, hoe vaak komen jullie in de Efteling met jullie groep? Nou, dit jaar, hè? Ja, dit jaar één keer. Inderdaad, ja. Één keertje. Eén keer zijn we geweest, ja. En vorig jaar zijn wij geweest. En vorig jaar zijn wij geweest. Maar niet zonder. Maar niet zonder met de groep. En toen ben ik ook zelf geweest. Ja, toen zijn we ook zelf geweest. Ik denk dat hij toen zelf is geweest. En zij zijn met z'n tweeën geweest. Oh ja, en toen wel met z'n tweeën, hè? Nou, dat was vorig jaar. Met de groep. Ja. Dan moet je dat ook zeggen, hè? Oh, vorig jaar. Zeg ik toch? Joey Hendricks, dat is de nieuwe, die vraagt, wat is je favoriete ijsje en welke smaak? Gio! Magnum White, sowieso. Ik hou van... Dat is niet lekker, joh. Jawel, het is gewoon wit chocola en Magnum. En ook nog wit binnenin, dus dubbel op. Je moet varieer in ijs, lekker. Inderdaad, lekker. Afwisseling. Nou, Magnum White niet. Maar moet je een soort ijs of gewoon een smaak? Wat voor soort? Favoriete ijsje? Moet je echt een Magnum gewoon... of een Cornetto of moet kan. Je een smaak zoals ik denk dat niet te moeilijk moet favoriete ijs, gewoon. Ijsje, ja. Wat jij van... Wat zou jij zeggen? Vanille. 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 Maar dat is geen smaak. Vanille. Vanille is geen smaak. Vanille is wel een smaak. Ja, weet ik, maar voor haar... Maar vanille niet. Nee, maar vanille is niet echt een smaak, vind ik. Vanille, ja. Pistache daarentegen. Dat is een smaak. Citroen is een smaak, vanille niet. Maar is dat jouw favoriete smaak, citroen? Nee, bij mij is meestal aardbei. Of strawberry. Ik wil net zeggen, dan gaat je vanille zeggen. Strawberry of aardbei. Dat is één van die twee vind ik altijd lekker. Martijn Blom, dat is de laatste vraag voor deze aflevering. Hij vraagt, Roy, komt er nog een keer een Sims aflevering? Jouw zijn zo leuk. En voor Vincent, wat is je grootste blunder? Nou, laten we eens met haar beginnen, kan ik even nadenken. Ja. Maar meer als... zeggen, want anders moet ik niet, zo kort kan ik niet. Ja, nee, er komt nog een video, maar ik heb nu wel problemen met mijn Sims, want hij wil mijn familie niet meer laden. Maar ik weet niet of de naam of iets komt, omdat ik hem niet meer op. Ik krijg het niet meer. Hij komt niet meer op. Erik, helemaal los hier. Je bedoelt dus jij woont nu alleen thuis? Jij woont nu alleen thuis, dus... Nee. Zou ik jouw familie laden? ik weet echt niet. Dat mijn telefoon uit mijn zak pleurde van toen we in de achtbaan waren, toen we over de kop gingen drie lied. Ik denk dat wel een... Ja, ik vond het niet eens erg. Ik heb nou een nieuwe. Ja, maar was het toen je fanmail was kwijtgeraakt? Die telefoon die was niet zo erg. De telefoon die was... Hij had een batterij bij zich. Als die batterij niet was, had ik hem niet eens kunnen gebruiken. Nee, die telefoon. Wat had je een nieuwe kunnen kopen? Ja, maar dat had toen nu niet bij de hand. Strawberry. Van de familie. Later. Mensen, voor een leuke video, vergeet niet even een like te geven. Doe het anders voor Gio, of Erik, of Robbie. Vergeet niet de kanalen te checken. Gio speelt games. Roby Krutsen at Life Babes. En Erik met Saxon Channel. Ja. Roby Games. Ja, is een valse kanaal, maar wil jij goede kanaal zien? Kijk even Chicky Babe 24. Chicky Babe. Doei.